en welkom in de Gouden Eeuw. Toen Nederland het rijkste en machtigste land van de wereld was. Wow! Vanavond is mijn gast niemand minder dan de grootste zeeheld van de Gouden Eeuw. Eigenlijk is hij al dood sinds, even spieken hoor, 1676. Maar hij maakt speciaal voor ons een uitzondering. The one and only admiraal Michiel de Ruiter. Michiel de Ruiter. Echt, ga zitten. Te gek dat je onze gast wilt zijn. Echt super toppie. Michiel de Ruiter, we hebben het over oorlog en vrede in de Gouden Eeuw. Nou, het was eigenlijk altijd oorlog, hè? Knal, boem, pas. Oh ja, vertel. Tegen wie werd er gevochten? Tegen de Spanjaarden. Kijk, Nederland was bezet door de Spanjaarden van Philips II. Oh ja? Ja, dit is hem. Ach, Philips, schurk. Maar wij gooiden hem eruit. Opdonderen, weg ermee. Wie deed dat? Willem. Willem van Oranje, de vader des vaderlands, die leidde de opstand. En waar werd er geknokt? Nou, bijvoorbeeld in Leiden. Leiden koos voor Willem en dat maakte de Spanjaarden kwaad. Ja. En die gingen Leiden uithongeren. Ja, zo ging dat toen in die tijd. Nou, daar hebben we beelden van. Gaan we even naar kijken. Wat? Heb je daar beelden van? Ja. Oh. Welkom. Oh. Wij staan hier bij de belegering van Leiden. Binnen zitten de Leidenaren als ratten in de val. De Spanjaarden hebben de stad omsingeld en schieten al maanden met hun kanonnen op de stadsmuren in de hoop dat die het vroeg of laat zullen begeven. De Leidenaren worden uitgehongerd. Het is een enorme strijd. Aan beide kanten zijn er veel slachtoffers gevallen. De kanonnen van de Spanjaarden zijn oververhit door het vele schieten. Het is een titanenstrijd! Wat gebeurt er nou? Het is helemaal stil. Wacht even, is dit een valstrik? Hallo, mag ik u iets vragen? Nee. Hallo? Ja, u beiden. Mag ik u vragen, waarom zijn de Spanjaarden gestopt met vechten? Wij vechten alleen al vandaag. Si, s'avonds, wij doen niks. Nee, zij ook niet, wij ook niet. No. Maar waarom? Oh, no lo so, ik weet niet. Wij vechten alleen overdag. En alleen in die zomer, hè? Wintertijd vecht niemand. Nee, dan moeten wij werken op de laan. Maar als de Hollanders dan ineens in de lente gaan aanvallen of 's avonds? Ai, nooit aan gedacht. Ja, dan winnen zij. Ja, maar is niet sportivo. Dus dat doen zij niet. Nou, claro que no. Juan, we gaan eten. Paella. Adiós. Goed. Tot zover de belegering van Leiden. Een keiharde strijd. Maar enkel overdag en alleen maar in de zomer. En nu ga ik ook zelf een hapje eten. Paella. Jongens, mag ik mee eten? Si! Sí.